Hey guys, en super leuk dat je kijkt naar een nieuwe vlog. Het is vandaag maandag. Ik weet niet of je het aan de camera ziet, maar ik tril heel erg. Ik moet namelijk even wat eten. Het is nu bijna 1 uur en ik heb nog niks gegeten vandaag. Ik zie er echt zo verschrikkelijk uit. Oh my lord. Dit kan echt niet. Ik ben de afgelopen dagen echt helemaal niet lekker geweest. En ik voel me nog steeds niet lekker. Dus ik heb voor mezelf besloten dat ik vandaag denk ik nog lekker even thuis blijf. Misschien vanmiddag heel eventjes naar de stad. Maar het is nu al bijna 1 uur dus. En voorlopig heb ik echt nog even geen zin om buiten de deur wat te gaan doen. Heb ik weer een soort ingeving gehad dat ik mijn hele kamer wil uitzoeken en opruimen en schoonmaken. Dus daar ben ik mee begonnen. Ik heb net mijn beddengoed eraf gehaald. Dat zit nu in de wasmachine. En ik heb de stofzuiger van beneden gehaald. Ik ga mijn kamer helemaal stofzuigen straks. En ik ben nu bezig met mijn ladekast. Ik moet eigenlijk even binnenkort naar de IKEA om nieuw van deze bakjes te halen. Want er zijn allemaal olie in gelekt en zo. Dus die zijn helemaal verkleurd. En ik mis ook nog wat bakjes. Want ik heb echt meer opbergruimte nodig. Dus ja, dit moet er namelijk allemaal nog in. Het zijn heel veel backup producten. En producten die nog dicht zijn. Dus daar wil ik eigenlijk een aparte bak voor hebben. Ik heb nu hier mijn deo's en extra parfum in gedaan. Mijn dagelijkse parfum zit daar in een mandje. Dit moet ik ook nog allemaal erin verdelen. Daar heb ik spullen die ik weg ga doen. Dat moet ik ook nog uitzoeken. Want dat zijn echt allemaal make-up producten die ik momenteel eigenlijk niet gebruik. En ik heb bij Look Fantastic allemaal nieuwe make-up kwasten gekocht. Dus ik wil eigenlijk heel veel oude make-up kwasten weg gaan doen. Ik moet echt mijn haar wassen vandaag. Het is verschrikkelijk. Vandaag wordt lekker een beetje een opruim schoonmaakdagje. Ik ga alles weer uitzoeken. Ik heb gelukkig laatst mijn kledingkast al uitgezocht en opgeruimd. Want anders had ik echt dat ook willen doen. Maar ik heb daar echt geen energie voor. Dus ik ben blij dat ik dat al heb gedaan in ieder geval. Maar lekker vandaag mijn hele kamer opruimen schoonmaken. En dan ga ik vanmiddag lekker douchen. Lekker mijn haartjes wassen. En verder weet ik het dus nog niet echt. Oh my god, jongens. Ik laat echt vol mijn favoriete kaars vallen. Dit is zo kut. Er ligt overal glas. Ik ga het heel voorzichtig oppakken. Kan ik dit nog gebruiken? Oh, wat zonde. Kutjes. Dit is echt mijn favoriete kaars. Alright, guys. Ik heb mijn hele kamer lekker vandaag opgeruimd, schoongemaakt, uitgezocht. Ik moet alleen daar nog eventjes mijn dagelijkse stash een beetje uitzoeken. Maar mijn bed is heerlijk verschoond. Ik moet alleen nog even wachten tot de hoesen van mijn sierkussentjes uit de was zijn. Tenminste, die zijn nog niet helemaal droog. Ik ben zo wit. Gadverdamme. Ik vind het niet normaal. Ik ga morgen echt naar de zonnebank. Ik wil het niet aansporen naar de zonnebank gaan, want het is absoluut niet goed. Maar ik kan zo niet. Nee. Ik kan gewoon niet de deur uit op deze manier. Ik ben zo bleek. Ik denk oprecht dat ik in het afgelopen jaar nog nooit zo wit ben geweest als dat ik nu ben. Komt echt omdat je dan ziek bent. Ik weet niet wat er dan gebeurt met je lichaam. Maar al mijn bruinheid is eraf. Letterlijk van mijn hele lichaam. Goedemorgen. Het is vandaag dinsdag. En ik voel me gelukkig eindelijk wat beter. Vanochtend toen ik opstond voelde ik me nog een beetje slecht. Maar ik heb net lekker gedoucht. En nu voel ik me wel iets beter. Ik ben alleen zo verschrikkelijk wit. En mijn huid is zo slecht dat ik even naar de zonnebank moet gaan. Ik heb het echt geprobeerd uit te stellen en niet te doen. Maar ik ben zo wit. Ik match letterlijk met de kleur van mijn muur. Het is niet normaal. Dus ik heb even snel een simpele outfit aangetrokken. Gewoon een broek en een trui. Ik moet namelijk eerst even naar het station. Mijn fiets staat er nog. Echt super kut. Ik hoop dat hij er nog staat. En niet dat hij dus weggaat door de gemeente. Want het gebeurt bij mij altijd. Dus dan haal ik even mijn fiets op. En dan toch maar naar een zonnebank. I know, het is super slecht. Maar het kan echt even niet anders. Het is gelukkig wel lekker weer buiten. Daar ben ik al blij mee. En er was nog een pakketje binnengekomen van MAC Cosmetics. Namelijk de Studio Radiance Moisturizing Illuminating Primer. En een Fixing Spray. En een foundation. Alleen deze, oh mijn lord, is er zoveel te donker voor mij. Dit was dus zeg maar goed geweest toen ik net terugkwam van vakantie. Maar dit is voor nu echt, ja, dit is gewoon echt zo donker. Het is niet normaal. Dus die moet ik denk ik of mengen met een andere foundation. Of misschien iemand blij mee gaan maken die wel
bruin is. Because it ain't me anymore. Nou, ik ben weer thuis en gelukkig heeft mijn gezicht wel echt een kleurtje gekregen. Mijn lichaam valt wel mee, maar mijn gezicht is weer een beetje op kleur gelukkig. Ik wil nog even de stad verder ingaan om te kijken voor outfits. Ik ga morgen foto's maken met Fleur, maar ik heb echt geen outfit. Dus dat moet ik echt even gaan uitzoeken straks. Niks kunnen vinden. Wel een tandenborstel gekocht. Want ik had even een nieuwe tandenborstel nodig. Maar kleding, ik weet niet. De winkels in Leiden hebben altijd gewoon echt het stomste van het stomste. De mensen die in Leiden wonen, die kunnen zich daar denk ik wel in vinden. Maakt niet uit naar welke winkel je gaat. Ze hebben overal echt alleen die stomme basics. En nooit echt, echt hele leuke dingen. Kijk, af en toe hebben ze wel wat leuks. Maar in het algemeen vind ik het altijd tegenvallen als ik in Leiden naar de stad ga. Ik ga nu lekker eventjes in bed chillen. Oh mijn god jongens, ik ga helemaal stuk. Ik was dus een tijdje geleden, had ik voor een samenwerking zo'n pakketje gekregen van Litchi. Maar dat pakketje was nooit bij mij bezorgd. Terwijl er wel stond dat het bezorgd was. En nu, dit is echt denk ik een maand later oprecht. Komen er twee studenten, twee jongens, bij mij aan de deur. Hij pakketje is bij ons geleverd een tijd geleden. Dit is dus dat pakketje, want ze hebben hem wel opengemaakt. Dat zie ik wel. Ik denk dat ze gewoon dachten, oké, als er iets leuks in zit, houden we het zelf. En anders dan zijn we wel zo lief moeten brengen. Ik ga helemaal stuk, want ja, het waren echt twee van die typische van die studentjes. Ja, ik ben er wel heel blij mee, want dat het handig en past. Dit is die string. Heel erg grappig. Nou, gewoon de beroeptape. Echt super. Die nippelcovers ben ik ook heel benieuwd naar. Daar hoor ik echt heel veel goede verhalen over. Dit zijn nog stoffen nippelcovers. Sweatpads. Handig voor als je bijvoorbeeld grijs of zo aantrekt. Oh, fashion tape. Dat vind ik ook heel handig. Want ik heb echt altijd van die topjes die dan hier een beetje open staan. Dus dan kan ik dat daarvoor gebruiken. En deze. Die ga ik denk ik aan mijn zus of iemand geven. Want deze heb ik al. En ze zijn voor mij dus te klein. Waardoor ze heel erg soort van mijn borst afstaan. Dus ja, ik pas ze eigenlijk gewoon niet. Dus ja, maar oh my god. Die verpakking is toch zo leuk. En ik ga helemaal stuk dat ik dit dus nu... na een maand alsnog heb. En dat het ook echt een jonge studentenhuis was waar het was geleverd. Dat ze dit hebben opengemaakt. Om te kijken, misschien zit iets leuks in. Dat ze een sticky string hebben ontvangen. Nippelcovers hebben ontvangen. Nog meer nippelcovers, boobtape, sweatpads. Ik dacht, nou, daar hebben we ook helemaal niks aan. Good morning, het is vandaag zo. Woensdag. En ik ben me even aan het klaarmaken. Ik moet over ongeveer een half uurtje vandoor. Ik ga vandaag lekker foto's maken met Fleur. We willen ook even twee video's opnemen voor het kanaal. Allebei eentje. Ik heb mijn haar gevuld met de Dyson. Waarschijnlijk, ja, kijk, het begint nu alweer gesteld te worden. Echt, ik ben zo klaar met mijn haar. Ik volg alle tips op. Mousse, saltspray heb ik gehoord. Ik heb allemaal geprobeerd in dingetjes bovenop vastzetten. Ik heb een uur laten afkoelen, niks werkt. Ik heb echt geen idee. Ik heb ook geen idee waarom mijn stem opeens zo hard doet trouwens. Ik ga straks Fleur ophalen. Dan gaan we als eerst een video opnemen. Ik neem dus mijn steltank mee, want die is draadloos. Dan kan ik misschien nog een beetje bijkrudden tussendoor. En dan een foto maken. Ik heb voor het eerst in een hele lange tijd weer een aantal outfits mee die ik op de foto kan zetten. Dus ja... Dat gaan we doen. Het is al een half uurtje rijden naar Fleur. En we hebben om 12 uur afgesproken. Even kijken. Ja, half uur rijden. Dan ga ik over ongeveer een half uurtje weg. Iets eerder, want ik moet even wat tanken. Dan hou ik even voor ons wat drinken. Dan hebben we dat lekker in de auto liggen. Slim voor haar. Is het mee voor mezelf cola. Ik weet echt even niet wat er met mijn stem aan de hand is. Nou, wij zijn... weer. En we hebben net Joan Juice gehaald. I got it right here. En wij gaan nu een mukbang opnemen. A long time ago. Ja. Nou, sorry hoor, maar ik heb letterlijk vanochtend mijn hele haar opgeveegd met die Maar ik vind het wel mooi zitten nu ook. Ja, maar het was wel echt gekruld. Ja, oké. Het is niet wat je wil, maar ik vind het wel mooi. Mooi. Oké, wij gaan de mukbang opnemen. Bye.
Nou, wij hebben echt allemaal foto's gemaakt. Helemaal blij mee. Echt. Oh, maar ik heb het wel heel warm nu weer gelijk. Echt? Ja. Maar buiten heb je zoveel geluid. Ja, dat is waar. Ik heb gewoon opvliegers continu. Zo kut. En we hebben lekker McDonald's. Zo. Want we gaan voor Fleur haar kanaal een Big Bang opnemen. Gaat dat nou net niet? Oh, maar dit kan wel, toch? Ja. Moet ik gewoon een beetje wat meer hierheen. Kan het wel. Ja. Het is vandaag donderdag en ik heb net even de honden uitgelaten en ik ga nu heel veel wandelen. Ik denk dat ik even naar de stad wandel, even kijken of er misschien nog wel wat leuke kleding te scoren is. Ik heb even een hele simpele outfit aan. Mijn blazer is trouwens van de Naked. Van Naked. Ik heb dus ook een kortingscode van Naked voor jullie. Ik zal even de code in beeld zetten en dan krijg je als het goed is 30% korting mee. Dus echt mega chill, zeker nu de herfst weer aankomt. Kunnen we allemaal even leuke herfstkleding gaan kopen, want... Oh. Dus dit is even heel erg basic. Is mijn camera nou zo vies? Mijn lens? Wacht. Ik weet niet of het beter is, maar dit is dus even de outfit. Gewoon even heel basic om naar de stad in te gaan. En dan heb ik vanavond een event in Amsterdam. Maar ik heb al wel een idee van wat ik daarvoor aan wil. Dus ik ga dan vanmiddag lekker even mijn haar wassen. En me daarvoor klaarmaken. En dan is de rest naar om 6:30. Dus ga ik ook nog die tijd naartoe. Ik heb lekker even gedoucht. Ik moet namelijk straks voor een samenwerking met een haartool wat filmen. Dus ik moet even een aantal spulletjes mee naar boven nemen. Oh mijn god, ik ben helemaal buiten adem. Ik heb opeens super erg hoofdpijn. Dus ik heb even paracetamol genomen. Ik hoop dat het werkt. Even dit opruimen. Dan ga ik eventjes wat dingen op mijn laptop doen. Ik ben gewoon helemaal buiten adem. Het is echt helemaal. Ik heb me klaargemaakt. Het is wederom weer een dag dat mijn haar hier in één staat blijft zitten. Maakt niet uit wat ik ermee doe. Dus mijn haar is zeg maar hoog stijl. En ik doe denk ik dit blusje aan van de Zara. Broekje ook van de Zara. Schoenen zijn ook van de Zara. Ik moet eigenlijk een ander topje bij bedacht. Maar ik voel me daar heel naakt in. Want ja, mijn tieten liggen daar echt heel bloot in. En ik weet niet of ik dat helemaal de vibe vind. Dus deze laarsje zeg maar doe ik er dan onder. Vind ik wel leuk. Dus ik ga zo naar het station toe. En dan pak ik de trein. En dan heb ik eerst het event. Het is in de winkel van Breitling in de PC Hoofdstraat. Dus dan ga ik daarheen en dan ga ik daarna naar George en dan ga ik daar bij mijn zus eten. En dan slaap ik daarna ook bij mijn zus. Dus ik moet ook eventjes slaapspullen pakken. En dan kan ik er zo vandoor. Nou jongens, ik loop nu door Amsterdam. Ik ben er bijna. Als het goed is zijn die meiden er ook. Als ik daar aankom. En jongens, dit is dus echt zo'n straat. Hier zou ik later zo graag willen wonen. Die huizen zijn zo mooi hier. Zo groot en ja, I don't know, love it. Hij kan het op een antibacterieel. Moet je dit in één keer doen? Hoor. Ja, we zitten bij George State. En de tonijnpizza is niet echt tonijnpizza als we dachten dat het zou zijn. Nee, dat is een understatement. Ja, ja, bladerdeeg. Het is bladerdeeg met komkommer en kwartjes. Nou, ik heb lekker terug voor ravioli. Maar we delen het. Het is vandaag vrijdag en het is al avond. Ik heb de hele dag nog niks gefilmd. Oepsie. Maar ik heb eigenlijk niet heel veel gedaan. Mijn broer die heeft een nieuw huis en hij had vandaag de sleutel gekregen. Dus we zijn daar geweest. En verder, ik had dus zo'n hoofdpijn vandaag dat ik ook echt even niet kon filmen. Ik had echt niet normaal erg hoofdpijn. Dus ik ben net lekker eventjes in bad geweest. Ik heb lekker mijn gezicht zo gemaakt. En ik ga nu een nieuw product uitproberen. Dit heb ik ontvangen van Clay & Glow. En het is dus hun retinol serum. En ik heb al wel een keer eerder retinol gebruikt van Kiehl's. Alleen ik vond het in de zomer een beetje spannend. Want ik heb al best wel veel pigmentvlekken. En ik was een beetje bang als ik dit in de zomer dan ging gebruiken. En ik ben natuurlijk best wel veel op vakantie geweest. Echt in hoge UV-index. Dat ik dan echt mijn hele huid zou gaan verpesten. Dus ik heb eigenlijk de hele zomer niet gebruikt. Toen kreeg ik deze binnen van
Clean & Glow. Hoe cute is deze verpakking? F-series. Dus ik ga het eventjes gebruiken. En daar is vandaag nog een pakketje binnengekomen van een kledingmerk. Oh, het is wit. Dus ik zal dat morgen even laten zien. Maar goed, ik ga dus dat morgen even laten zien. Want het is nu echt veel te donker al daarvoor. Zo. Ik ben echt heel erg benieuwd of deze retinol iets goeds gaat doen voor mijn huid. Oh mijn god jongens, ik word helemaal gek. Ik had dus van de week met Fleur echt een superleuke mukbang opgenomen. Nou, ik kreeg al de hele tijd een melding dat ik hem niet kon importeren via mijn laptop. Dus ik heb helemaal moeite gedaan. En ik heb hem helemaal geïmporteerd via het kabeltje en dan in mijn telefoon. En dan via WeTransfer naar mijn computer. En ik dacht, oh my god, het is gelukt. Oh, de eerste 5 minuten zijn gewoon gefilmd. En dan komen we dus bij 5 minuten nog wat aan. Hier. En de video duurt 30 minuten. Dus na 5 minuten is dit gebeurd. Echt. Oh my god. Ik word heel. En social media wat ze gaan doen om iets meer te gaan doen. En dan is het de rest van de 25 minuten. Zwart beeld zonder geluid. Oh, ik word helemaal gek. Deze camera, deze Canon camera, echt, kan echt helemaal niks mee. En ik vind het zo jammer, want het was echt een leuke video. En ik kan er gewoon letterlijk niks mee doen. Want het heeft 5 minuten van de 30 minuten gefilmd. Oh my god. Maar goed, moeten we binnenkort maar opnieuw gaan opnemen. En dan moet ik denk ik maar in delen van 5 minuten gaan filmen. Het is vandaag zaterdag. En het lijkt echt alsof ik nu helemaal niks heb gedaan vandaag. En dat ik weer in mijn bed lig. Maar het is nu 7:30. En ik ga heel even in bed chillen. En lekker even een serietje kijken of YouTube kijken. Even kijken wat er te zien is. En dan ga ik me daarna klaarmaken. Want ik ga straks even de stad in met Gaia. 10 uur hebben we afgesproken zoiets. 10:30. Gaan we even ergens een drankje doen. Dus dat is heel gezellig. Ik ga met mijn ouders eventjes naar de Quantum gegaan. Naar de karwei gegaan. Moest even wat dingetjes hebben. Ik heb een nieuwe wasmand gekocht. Dus dat heb ik vandaag gedaan. Ik heb net lekker heel lang gewandeld met mijn vader, met de honden. En het is ook weekend, dus verder lekker een chill dagje gehad. En vanavond even lekker op stap. Morgen heb ik overdag eigenlijk ook niet heel veel plannen. Volgens mij gaan we naar boerderij het Geertje weer. Tenminste, mijn vader en ik willen naar boerderij het Geertje. Dus ik denk dat we dat morgen gaan doen. En dan ga ik morgenavond samen met CJ naar de Hangout in Amsterdam. Ik ben daar zelf nog nooit geweest, maar het schijnt dus heel erg leuk te zijn. Ik heb even klaargemaakt en ik heb weer eens een keer zo'n soort haarsteug geprobeerd. Omdat het zo strak naar achter zit. En ik weet gewoon nooit of mij dit staat. Oh shit, ik moet helemaal het verpesten nu maar. Kut, sorry. Ik heb ook helemaal geen zin meer om het helemaal goed te moeten doen. Dus misschien laat ik het wel gewoon zo. Oké, dit is de gehele fit. Ik heb een nieuwe jas aan. Van het merkje Ego. Ego. Ik zal morgen de rest eventjes laten zien in goed daglicht. Maar dit is in ieder geval het merk. Ik heb allemaal andere leuke spullen ook gekregen. Nou jongens, we zijn bij Einstein. Einstein. Santé. Helemaal met de cute view van Leiden. En we hebben allebei nu al zo'n inkakker. Het is nu 10:50. We hebben 3 wijn op en we kunnen gewoon al niet meer. Ik moet gewoon slapen zo. Mijn ogen vallen echt met een seconde meer dicht. Nou, het is vandaag zondag en ik ben met mijn vader. Want we gaan lekker even naar boerderij het Geertje toe. Het is zo druk en er zijn er zoveel mensen dat we echt helemaal verderop hebben moeten parkeren. En dat we nu echt een heel stuk moeten lopen. Maar we gaan lekker geitjes aaien. Deze zijn helemaal aan de fight. Heb je opgegeten misschien? Nee, dat wil ik niet weten. Hey. Oh, kom je aan mijn... Hij probeert mijn tas op te eten. Dat kan niet, maar hij mag wel misschien. Hè? Is toch te schattig? Oh, ze zijn nog wel. Waar? De kuikentjes. Ja. Oh ja, de kuikens. Het is inmiddels avond en ik zit in de auto. Hé, waarom staat die airco aan?
Want ik ga naar een feestje. Ik ken het zelf niet. Het heet The Hangout. Het is in Amsterdam. En ik ken het zelf niet. Maar CJ kende het dus wel. En zij zei van ja, ik vind dat altijd wel leuk. Dus daar gaan we even een kijkje nemen. Ik heb een TikTok hack geprobeerd met mijn haar. Het ziet er heel fancy uit. Maar wederom zakt het nu alweer uit. Dus ja. Maar het geeft waarschijnlijk wel gewoon een pretty volume. You know. Ik ga nu rijden naar Amsterdam. Het is ongeveer 35 minuutjes rijden. Ik ga onderweg even snel langs het tankstation om eventjes een flesje water te hebben. Ik merk dus dat als ik naar een feest ga, dat ik het dan als ik onderweg naar huis ben zo lekker vind in de auto om een koud flesje water te hebben. Dus die ga ik halen. Zodat ik niet vannacht, als ik terug ga, nog moet stoppen ergens. En dat ik gewoon wel in één keer gelijk door lekker naar huis kan. Dus ik heb een spijkerbroek aan. En ik heb een body aan van FOMO. Met zo'n reliefje, motiefje erop. Heel leuk. En dan lekker een vest eroverheen. Want het is volgens mij buiten. En het is niet meer zo warm dat ik mijn bloed aan me kan. Oh, er gaat een kind echt bij in op de buik hier. Nice. Nice, nice, nice. Good morning. Het is vandaag maandag. En dat hoort eigenlijk niet meer bij deze vlog. Oh. Maar ik ga het er nog wel eventjes bij doen. Ik moet trouwens, mijn gezicht is heel erg wit van de vermoeidheid, denk ik. Mijn huid gaat echt wel veel beter. Ik slik nu een week, denk ik pas, mijn nieuwe pil. En ik heb wel heel veel littekens, zoals je kan zien, van afgelopen half jaar, maar echt pukkels en zo zit er dus niet meer. En daar ben ik al zo blij mee. Maar goed, ik wilde jullie graag nog de items laten zien van Ego. Ik wilde ook heel graag nog wat items van Naked laten zien, maar die zit inmiddels bijna allemaal in de was. En dan de items van Ego. Mijn kamer is echt super erg troep trouwens, sorry. Maar dat is deze trenchcoat. Vind ik ook echt leuk. Hij is wel heel lang. Hij komt zeg maar echt tot mijn enkels. Dus ik moet even kijken of ik dat leuk vind of ik hem wil laten inkorten. Parachutebroek, maar dan met een getailleerde bovenkant. En voor mijn figuur vind ik dat veel mooier dan dat het zeg maar zo hier zit met zo'n touwtje. Dit is iets high-waisted. Dus dat ja, is bij mijn lichaamsvorm gewoon echt veel mooier. Deze broek, die zit ook echt heel erg leuk. Kennen we denk ik allemaal wel een beetje deze broek. Die is echt, kan je overal kopen tegenwoordig volgens mij. En dan had ik zo'n zwarte bomberjasje die ik van de week aan had. En dan heb ik ook nog deze. Een spijkerjas, een hele coole. En die kan je dan dus zeg maar hier met een ritje open doen. En dan heb je ook nog eens een cropped spijkerjasje. Maar goed, ik ga nu wel de vlog afsluiten. Dus bedankt voor het kijken en hopelijk tot mijn volgende video. Doei doei!